Dames en heren, om de eerste Musical Awards van vanavond uit te reiken, is hier AVROTROS-presentatrice Lucille Werner. Ja, u denkt misschien, wat loopt die dame scheef? Maar vanavond is het toch echt het schuine toneel hier. Dat u dat even weet. Een hele goede avond. En welkom bij de Musical Awards 2015. En wat ziet u er allemaal prachtig uit. Het is goed om terug te zijn. En het belooft een spannende avond te worden met heel veel prijzen. En voordat mijn collega Frits Sissing, uw gastheer is van de avond, aan mij de eer om de eerste Musical Awards uit te reiken. En wat is er nou mooier dan de avond te beginnen met de prijzen voor die mensen zonder wie wij hier vanavond helemaal niet zouden kunnen staan. Want wat zou een musical zijn zonder licht of zonder geluid? Waar is een acteur zonder tekst of een actrice zonder regie? Onze musicalsterren zouden zich helemaal geen raad weten. En wat te denken van Moeder, ik wil bij de revue zonder decor of Jersey Boys zonder muziek? En ga zo maar door. Al die facetten van musical hebben we weten onder te verdelen in vier verschillende categorieën. En de eerste categorie is beste script, liedteksten, vertaling. En de genomineerden zijn Martine Bijl voor de vertalingbewerking van Billy Elliot, de musical. Niek Barendsen voor de vertalingbewerking van 50 Tinten, de parodie. Jan Groenteman voor de liedteksten van Een Wintersprookje. Dick van der Heuvel voor het script van De Kleine Blonde Dood. Dick van der Heuvel en Sjoerd Kuiper voor de liedteksten van De Kleine Blonde Dood. Ja, en dan nu. De winnaar. En de winnaar van deze eerste categorie is Martine Bijl, Billy Elliot, de musical. Kom naar het toneel. Prachtig. Martine Bijl creëerde voor de vertaling van Billy Elliot een zelfverzonnen taal. Dit vond de jury dapper en gedurfd. Van harte gefeliciteerd. Echt prachtig. Als eerste, wat een prachtig beeld. En ik geef jou de microfoon. Dankjewel. God, ik moet beginnen. 10 jaar geleden zag ik Billy Elliot voor het eerst. In Londen. En ik weet nog, ik zeg tegen mijn man, nou, als ze die voorstelling naar Nederland halen, dan hoop ik dat ze mij niet vragen voor de vertaling. Wat moeilijk. En het was ook echt moeilijk. Ook 10 jaar later nog. Maar gelukt. Joop, dank je wel voor het vertrouwen. En lieve jury, dank je wel voor deze prachtige prijs. Ik ben er heel erg blij mee. Dank je wel. Fantastisch. Ja, de eerste prijs van de avond die is eruit en dat smaakt natuurlijk naar meer. De genomineerden voor de Musical Award voor beste muziek en of arrangementen zijn Jan Groenteman voor de muziek en arrangementen van Een Wintersprookje. Ad van Dijk voor de muziek van De Kleine Blonde Dood. Steve Orridge voor de arrangementen van Jersey Boys. Frans Heemskerk voor de bewerking en arrangementen van Love Story. Martin Koch voor de muziek en arrangementen van Billy Elliot, de musical. Ja, hier is de envelop weer. De winnaar van deze categorie. Wat een eer. Mag ik wederom bekendmaken. En dat is Ad
van Dijk, de kleine blonde dood. Ad van Dijk componeerde volgens de jury uitmuntende poprock. Deze past naadloos bij het rafelige verhaal en het vervalt op geen enkel moment in een voorspelbaar tekst, liedje, tekstscenario. Er is in Nederland niet zo heel vaak sprake van dat er nieuwe muziek wordt gecomponeerd bij een musical. Het is dan ook geweldig als je weer eens de kans krijgt om dat te doen, dat je dan ook meteen een award krijgt. Jury, bedankt daarvoor en verder natuurlijk bedankt Monique, Jasper, Tieme, Albert Verlinde, Jeroen Dona, Wendy Verhappen, Dick van de Heuvel, Sjoerd Kuiper, Peter de Baan, cast en band vooral ook van Kleine Blonde Dood en mijn muzikale compaan Marco Baan. Allemaal heel veel dank en u allemaal nog een prettige avond en op naar de volgende. Ja, hij zei het al, op naar de volgende. We gaan gelijk door met de volgende categorie. En dat is beste regie, choreografie en genomineerd zijn. Daan Wijnands voor de choreografie van Moeder, ik wil bij de revue. Pieter Darling voor de choreografie van Billy Elliot, the musical. Jasper Verheugd, waar zit je? Daar, voor de regie van 50 Tinten, de parodie. Marije Gubbels voor de regie van Een Wintersprookje. Peter De Baan voor de regie van De Kleine Blonde Dood. En dan de envelop. De winnaar. Het was maar een zegeltje. Het gaat om de winnaar. En die zit in deze envelop. En het is geworden... Peter De Baan, De Kleine Blonde Dood. De jury is diep onder indruk van de regie van Peter De Baan. In zijn haast toneelmatige aanpak tilt De Baan de prestaties van de musicalacteurs naar een hoog plan. Van harte gefeliciteerd. Ja, en wat is het een prachtig beeld. Het is een prachtig beeld, ja. Het is veel mooier dan een gouden kalf, kan ik u verzekeren. Echt waar. Heel erg bedankt. U ziet net hoe ik opkom dat het beter is dat ik achter de schermen ben dan voor op het toneel sta. Nee, ik kan alleen maar de wens uitspreken dat het nieuwe grote bedrijf net zo liefdevol met deze relatief kleine producties om zal gaan als Albert Verlin Entertainment dat heeft gedaan. Want dat hebben deze producties wel een beetje nodig. Albert, Jeroen, ontzettend bedankt. Ontzettend bedankt voor het enorme vertrouwen. Ook als jullie wel eens twijfelden aan het resultaat. Dat vond ik echt hele grote klasse. Acteurs, van de vier zijn er drie genomineerd. En daar ben ik ook apetrots op. Ad, nou ja, je hebt ook zo'n beeldje, dus... En Dick, natuurlijk. Dick, die het script heeft geschreven. Er staat weer iets nieuws op stapel en we hebben nog ongelooflijk veel plannen. De toekomst ligt voor ons. Ja, en ik mag er nog eentje doen. En dat is die voor beste vormgeving en toneelbeeld. Ja, en de genomineerden zijn, daar gaan we weer. Niek Kortekaas voor het decor van Lang en Gelukkig. Eva Krammer en Elian Smits voor de kostuum, spruiken en make-up van Een Wintersprookje. Carla Jansen-Huffold, Ad de Haan en Guus Verstraten voor het decor en toneelbeeld van Moeder, ik wil bij de revue. Kokkie van Huikelom voor de kostuums van Moeder, ik wil bij de revue. Ian McNeil voor het decor van Billy Elliot, the musical. Dit was de laatste genomineerde. En dit is ook tevens de laatste envelop. De winnaar is... Ja.
nou? Dat is mooi. Carla Jansen, Volt Guus Verstraat en Ad de Haan, moeder, ik wil het titel maakt volgens de jury op ingenieus en vooral voor musicals vernieuwende en innovatieve wijze gebruik van een aantal verrijdbare decorstukken en requisieten. Het resultaat is een oogverblindend decor. Kom, waar sta je al goed? Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik mag het beeldje van Guus aan jou geven. Dus jij krijgt de eer. Van harte gefeliciteerd, alle drie. En ik denk ook dat ik de microfoon... Aan wie mag ik die geven? Aan Carla. Ja, aan Carla. Oké, okay, Carla. Ga je gang. Wauw. Nou, we willen in eerste instantie Joop en Janine heel erg bedanken... dat we aan deze bijzondere productie, met deze bijzondere middelen hebben mogen werken... We hebben samen dit concept bedacht en ontwikkeld. Samen natuurlijk met Carlien Brouwer, onze regisseur. Wat is het fijn om met jou te werken, hoe jij achter je team staat. En fantastisch, dankjewel. Maurice Wijnen, Jan Jelle de Boer, requisieten. En nou moeten jullie me helpen. Nou, noem ik er ook nog een paar. Het contentteam, Dave van Roon, die nu boven zit te werken hier. Pieter van Meerbergen. Nou ja. Guus, heb jij nog een paar? Absoluut. Ja. Oh. Ik wil inderdaad graag een aantal mensen bedanken. Onder andere Carline Brouwer, de regisseur. Carline, ik zou het liefste nu weer als nachtportier in het hokje zitten. Dan is het een stuk rustiger. En Lisette... Status die achter vanaf het begin met ons mee heeft gewerkt en al die schema's heeft gemaakt van die movementen van de schermen enzovoort enzovoort. Een hondenwerk. Dankjewel, Lisette. En je doet 40 jaar televisie, je wint niet één prijs. Je doet één keer mee met een musical en je hebt een prijs. Ja. Hartelijk dank. Ja, en tot zover deze pre-uitreiking van de Musical Awards. En ik wens u allemaal nog een hele fijne avond. En voor alle genomineerden die nog even moeten wachten tot ze horen of ze gewonnen hebben, heel erg veel succes. Tot ziens. Dag.